Dylan Vente, ja, dit had de 3 punten moeten zijn vandaag. Ja, klopt. Uiteindelijk maak je later 1-1. Denk je eigenlijk blij te zijn, maar ja, dan fluit hij af en dan zit ik toch met een, hoe ga ik het goed zeggen, rot gevoel, zeg maar. Dus ja, vervelend. In de eerste helft krijg je een enorme kans, veel te gehaast, je schiet je over. Van totaal, mag ik eigenlijk zeggen, een onzichtbaar Dylan Vente vandaag, die wel weer het goudhaantje is. Nou ja, ik denk op zich aan de bal was het wel oké voor mij. Maar ja, we hebben weinig echt bruikbare ballen voorin gekregen, naar mijn mening. Ik kreeg inderdaad die kans. Het is wel een lastige bal. Maar als je hem goed raakt, zit hij natuurlijk, dat is logisch. Uiteindelijk komt hij inderdaad van mijn voeten, zit hij. Maar ik ben alles behalve tevreden. Hoe is het voor jou nou om hier met weer andere spelers voorin te spelen? We moeten gewoon weer met elkaar, we moeten veel met elkaar gaan praten. Is het moeilijk of zo? Tuurlijk, uiteindelijk. Het is niet elke keer iemand anders. Natuurlijk is het logisch, zijn er jongens laat bijgekomen, dus het is logisch dat er nieuwe jongens in staan. Dus de samenwerking moet gewoon nog inderdaad compleet vallen. Uiteindelijk als bijvoorbeeld Romano die bal erin schiet 1-0, ga je misschien wat makkelijker voetballen. Maar goed, iedereen mist wel eens kansen. Ik bedoel, ik had hem zelf ook kunnen maken. Maar ja, ik denk dat we gewoon vaker de aanval moeten zoeken en meer dreigingen moeten hebben. En dat we dan gevaarlijker kunnen wezen. Ja, een lange haal op het laatste. Ja goed, het valt een keer goed, dat wel. Maar dan is het ook niet echt. Het is niet het spel van Rode JC. Nee, klopt. Dat ben ik met je eens. Ik moet zeggen, de eerste helft op zich bij Vlaag speelde wel goed voetballen. Maar het was nou niet dat we echt dingen uitspeelden. En echt veel... Ik vind niet dat we veel kansen creëren. En ik denk dat we daaraan moeten werken. Dat is een beetje ons spel. Vanuit de omschakeling. Vanuit het spel zelf, dat we veel kansen kunnen creëren. Dat moeten we gaan verbeteren. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Dan laten we het maandag weer zien. Ja, zeker. Dan komen we goed. Succes, dankjewel. Hey.